Dat jullie kijken naar de weekvlog. Het was een gekke week. We hebben een hoop ponies bekeken. We zijn in een bijzonder land geweest. En ja, we hebben ook heel veel andere dieren ontmoet dan paarden. Dus heel veel plezier met deze weekvlog. Hij is extra lang, want hij is ook iets meer dan een week. Nou, ik denk een week en een paar dagen. Maar dat vinden jullie vast niet erg. Dus veel kijkplezier! Jij hallo mag zeggen. Hallo. Tess is er weer. Ja. Hebben jullie er gemist? Als je Tess gemist hebt, mag je het hieronder in de comments zetten. Ja. Wat gaan we doen, Tess? We gaan vandaag naar 12 paardjes kijken. We gaan naar Bergen op Zoom, naar een handelaar. Ja. Toen ik Verona zag, ben ik ook één keer bij een handelaar geweest. En dat vond ik eigenlijk wel oké. Ik vond het ook wel leuk. Dus we gaan niks kopen. Sowieso niet. Maar we gaan wel kijken. Ja. En stel. Boven wonder. Wat ik me haast niet voor kan stellen. Want ik ben zelf meestal niet zo van laten we naar een handelaar gaan. Ja. Dus, maar stel dat daar het perfecte ponnetje staat. Ja. Dan gaan we nog een keer kijken. Want vandaag kan Kim niet mee. Die doet een clinic. Een hele technische clinic vandaag. Dus die kan niet mee. Dus sowieso moet Kim daar nog een keer op rijden dan. En ik koop nooit een pony in één keer. Gewoon nee. Nooit. Zou ik jullie ook niet aanraden? Nee? Nee. Ja, niet een pony in één keer kopen. Jij zou ze zo inpakken en meenemen. Ja, dat is waar. Maar ons Tessaatje is wat vergeten. Namelijk de laarzen. Ja, ik had ze gisteren laten staan. Dus dat is niet zo slim. Dus Die gaan nu even de laarzen en cap pakken. Ja. En dan gaan we naar Bergen op Zoom rijden. Ja. Nou, ga ze pakken. Aan je schouders, goede achterhouding, teugels op maat. Juist. Ja. Tik hem aan, ontspannen op rechts. Rechterheup, linkerheup. Rechterheup, linkerheup. Niet duwen met rechts. Het was even zoeken, ja. Maar we hebben het gevonden. En ja, ik weet niet of we daar mogen filmen, maar ik ga in ieder geval Tess op een pony ding nog wel even filmen. Als je erop gaat, even kijken. Mm-hmm. Dus gaan we even op zoek. Best spannend, hè? Ja, ik heb een hele mooie witte pony gezien. Er hinnikte een witte pony, dus Tess was al verkocht. Maar we kopen geen pony vandaag. Dat gaat gewoon niet gebeuren. Nee! Ze hebben hier niet alleen paarden, ze hebben hier ook al groes. Dat is wel heel schattig. Tess, je bent een beetje klein geworden.
Man, man, man. Toen zei Leponnie dit ineens. Je bent weer een muisje. Klein knielkipje. Zo, Tess heeft 2 ponies bekeken. Ja. En? Ze waren heel lief en heel leuk, maar ze waren een beetje wild. Een beetje wild. Maar ze zijn in ieder geval niet heel rustig en cool in het hoofd. Hè? Maar er was wel een hele lieve witte pony. Ja, maar daar kwam iemand anders vanmiddag al voor kijken. Dus dat hield misschien sowieso een op. Keer. Ja, weet ik niet. Ik denk dat de ponies... Ga eens een beetje recht zitten alsjeblieft. Ja. Ik denk dat de ponies meer zijn voor wat oudere kindertjes. Ja. Dus dat ze hier niet echt ponies hebben die speciaal voor Tessatjes zijn. Lekker rustig. En waarmee je dan ook nog naar het horse event kan. Want ik denk dat deze ponies het echt niet leuk zouden vinden op het horse event. Dus ja, het was leuk. Mooie stal, keurig geholpen. Yeah. Nette mensen, vriendelijk, aardig. Helemaal niks mis mee. Maar ja, ik denk echt dat je wel heel veel beter moet kunnen rijden om deze ponies aan te kunnen. Ja, dat is ongeveer Kim niveau. Ja, denk ik wel. Je moet echt wel behoorlijk kunnen rijden. Ja. Wil je deze ponies kunnen rijden. Dus was jammer, maar wel leuk om te doen, hè? Eentje leek op Pepper. Ja, ze waren wel heel schattig. En je durfde zelfs op te stappen, hè? Maar ik denk dat hij nog zo jong was en nog heel kort onder het zadel. Ja, dat denk ik ook. En na 1 stapje was je er wel weer klaar mee. Ja. En die andere, die was ook, ja, daar heb ik gestapt, gedraafd, maar galopin. Nee, nou, je hebt gelijk, meis. Ja. We zijn even lekker aan het eten. Je moet even dichterbij en iets harder praten. We zijn even lekker in een restaurantje aan het eten. Na de wilde ponyrit, hè? Ja. Vond je het spannend? Ja, hè? Ja. Ja, nou ja. Ik heb een lekker broodje. Een lekker broodje met kruidenkaas, een meloen heeft ze en een fristie. Ja. Nou, eet smakelijk. Tess heeft het binkenkind 3 weken geleased. Ja, dat heb ik gedaan, maar ze mag dus 3 weekjes. Blinkie, ja. Oh, Blinkie. Dus vandaag even lekker rijden. Zin in? Ja. Ja? Het is weer eens wat anders als die wilde ponies van... Ja. Het is wat rustiger. In het land komen. Ja, precies. Nou, ik zou zeggen veel plezier. Gaan we lekker rijden. Wel, vorige week was ze ook aan het Blinkie leasen. Zeg je dat zo? Weet ik niet. Nou, toen ging het niet altijd even soepeltjes, kunnen we wel zeggen. Maar vandaag, na haar ervaring met de ponies vanuit Ierland, moet ik zeggen dat ze heel lekker aan het rondrijden is. En dat ze er ook een stuk vrolijker op zit. Waarschijnlijk omdat ze nu ook weet dat er ook ponies zijn die nog niet zo braaf zijn. En dan wil Bink soms wel eens een keer iets doen dat zij niet wil. Maar uiteindelijk is het natuurlijk een super, super brave, schattige, lieve pony. Dus vandaag gaat het heerlijk. We zullen het geen bedelen noemen, maar dat is het natuurlijk wel. Want wat doet Bink? Zodra hij zijn mond leeg heeft, kijk, dan wijst hij precies aan en dan gaat Tess het voor hem pakken. Zo, heeft hij zijn mond weer bijna leeg. Kijk, dat wil hij hebben. En dan krijgt hij. Nou, het is zover. We zijn samen in de bak. Ja. Tess zit op Binkenkind. Ik zit op Veruna. En dan gaan we samen rijden vandaag. Ja. Het is een beetje rottig weer buiten. Ja. We hadden wel naar buiten gewild, maar in de bak is het een beetje nat. Ja. Dus we gaan toch maar naar binnen. En Veruna is het hier niet gewend, maar ach, kan zwellen. Hé, oortje? Kan je wellen? Ja. Dus we gaan even rijden. Ik ga even mijn telefoon wegleggen. Ja. We gaan wat doen. Get up, I pull the curtains back and wake my sleepy head. Last night I had a dream that I was floating on a cloud. I woke up, then I saw your face and I turned my life around. And I keep dreaming of you. My face on the pillowcase and I rest my way.
zijn op zoek, of we zijn onderweg naar het kijken voor een pony. En waar zijn we terechtgekomen? In de Wildeweg. Wildeweg heet het ook. Komt Tess bijna niet filmen. Oh, hallo! Ja, daar was ze. En we zijn in Turkije. Nee, we zijn niet in Turkije. We zijn ergens in Zeeland. Ja. En we zijn net door Turkije heen gereden. Dat is een dorpje. Volgens mij stonden er twee huizen. Ja. En nu zegt de routeplanner dat we hier moeten zijn. Wow, ik hoop niet dat we een tegenligger krijgen, want we hebben best een uitdaging volgens mij. Nou, vandaag is het woensdag en we zijn dus onderweg naar een pony om te kijken, een springpony. En ja, ik geloof dat we maar weer gaan rijden. Maar dit brengt onze zoektocht dus allemaal met zich mee. Door het vele ponies kijken, proberen te werken en alle andere dingen, ben ik vrij langzaam. Omdat ik gewoon via mijn telefoon nog probeer alles te regelen. Wat gebeurt er dan? Tessa is veel sneller en die staat dus al helemaal klaar met de paardjes. Terwijl ik nog aankom lopen. Dus dat heeft ze goed geregeld. Nou, gaan we ze maar even naar stal brengen. Vandaag is donderdag. En Tess Lies nog steeds Binky. En nu de tweede week. En de tweede week gaat een stuk beter dan de eerste week. Snap ik ook wel. De eerste week was natuurlijk extreem verdrietig. En nu zijn we gewoon verdrietig. Dus ze is lekker met Bink aan het rijden. En vanmiddag nog even naar een pony kijken. Dat zijn we ook al de hele week aan het doen. Ponies kijken. Daar is Tessa. Hallo Tessa. Hallo. Hoe is het? Goed. Ja? Gaat goed met Binky kind? Ja, hij is wel braaf, hè? Ja. Ja. Ja, ga lekker rijden, man. Ja, kom. Onze stapmolen is gemoderniseerd. We hadden wel een hele mooie, maar we hebben nu ook een dakgoten. En we hebben ook nog een soort schermen tegen de wind. Volgens mij is het ook nog wel een soort fijn voor de zon. Ja, kijk zo. En de ponnetjes krijgen lekker eten. Dat is ook fijn, hè, ponnen zijn. We zijn net ponies gaan kijken. Nou ja, niet ponies, pony. Nu zijn de kindjes hongerig. Ze rennen het restaurant in. Zonder mij, ze hebben geen geld, dus dat helpt niet heel erg. We gaan even eten. Het was een bijzondere ervaring. Maar ze hebben het wel heel leuk opgelost. Ik heb het niet gefilmd, want er was te veel ruis eromheen, zullen we maar zeggen. Dus we gaan even eten. Zo, Tess is vandaag de badhouder, kijk. Die heeft al ons eten bij ons. En wij, Tess die eet een lekker broodje. Ja. En Kim heeft zo warm. Wat heb je gepakt, Kim? Sugarsnap. Dus ze gaat daadwerkelijk groente eten. Dus 10 punten. En Kim heeft vitamine in een glas. Er is nog hoop voor je. Dit is een Bugatti. En ik denk dat hij uit wil leggen dat er niet genoeg gras in de weiland staat. En op de achtergrond zie je Binky. Oh, Binky, ja. Daarachter die witte, dat is Binky. Waar Boogie denkt, jullie zoeken het allemaal maar uit, daar is gras. Ja. Het is wel heel gemeen. Het giet, of ik weet niet wat. En ik zit gewoon in de auto. En heb je goed gedaan, maar. Ja, hè. En ik laat de meisjes gewoon eventjes de paardjes binnenhalen en buiten zetten. Staat Witch al buiten? Nee, ze gaan niet buiten. Oh, oké. Okay. Te slecht weer. Ja. Ja, ik snap het wel een beetje. Het is best nat. Kim komt er zo ook nog aan. Kijk, en in de gietende regen komt ook Kimmetje aangedorteld. En ook die is zeiknat. We gaan hier een pony bekijken. En wat komen we tegen? Ik denk een festival met tractors. Ik weet niet precies. Het is wel geinig. Dus als we de pony, als de pony niet werkt, dan kunnen we altijd nog tractor rijden, denk ik. Of tractor kopen? Tractor kopen. Oh, Tess, dan kan je je proefjes op een tractor gaan doen. Ja! Dat is weer wat anders.
Het is dat wij roadtrippen doen. En bij roadtrippen hoort bij ons geloof ik heel veel en heel vaak eten. We zijn net bij een pony geweest kijken. Hoe was die, dames? Hij was meh. Hij was wat? Hij was meh. En zometeen gaan wij nog een pony kijken. Alleen er zit een paar uur tussen. We waren wat sneller klaar dan dat ik verwacht had. Dus zitten we weer te eten. Dat is wat we doen. Goed, we waren wat snel klaar bij de vorige keer kijken en waar komen we terecht? In Aardbeiland. We moeten even een paar uurtjes moeten we zien te overbruggen. En jawel, het bestaat dus echt. Een aardbeienhuis. Tadam. En een aardbeienmuseum. En dat geloof je toch niet, maar het is echt waar. Dus wij gaan nu even naar Aardbeienland. Ja. Sowieso kunnen we hier zitten, dus dat is altijd fijn. En een speeltuin, dus we kunnen Tess loslaten, dat is ook altijd fijn. Kim kunnen we ook loslaten, die wil ook nog wel eens losgaan, zeg maar. Dus, oké, we zijn in Aardbeienland. We nemen jullie wel even mee op ons kijkje in Aardbeienland. Kijk, allemaal erg idealistisch. Oh, ze gaan gelijk naar het aardbeienterras. Moeten jullie niet eerst naar het aardbeienmuseum? Oh, Sneeuwwitje is die lief. Die komt hier ook. Zo, dan hebben we hier alle aardbeien. Aardbeien voor en na. Kijk, bijzondere aardbeien. Aardbeien uit eigen tuin. Ook een handleiding hoe je aardbeien moet planten. Hoe je aardbeien moet planten. Ook bijzonder. En hier een soort... Snelbadig is toeristische informatie. Nou, daar hoeven we niet heen. Ga maar die kant op. Allemaal bloempjes. Poortjes. Oh, benieuwd waar het museum is dan. Kabouters. Verboden toegang. Ik denk dat we de verkeerde kant op gaan voor het museum. Ik denk het ook. Zullen we maar naar het terras gaan? Ja, ga maar. Hé, hey, kabouter. Ja, die had ik al. Een kabouter die ligt. Ja, die ligt. Slapende kabouter. Dus ja, bijzonder dit allemaal. Dat kan niet anders zeggen. Goed, de kindjes gaan nu de speurtocht doen. Ziet er heel spannend uit. Kan niet anders zeggen. Dat is fijn dat geluk hier woont. Dat hebben we wel nodig. En hier droom en blijf verlangen naar een wereld die mooi is. Speurtocht. We gaan door Aardbeienland. Ze bakken er niet veel van, die twee. Een speurtocht voor kinderen, maar... Wat hebben we al even mis dan? Weet ik niet. Ik kijk niet. Ik film jullie alleen. Droom en neem de tijd om te genieten. Aardbeienjurken. Dat is ook leuk. Pannetjes. Ja, hierachter heb je dan mandjes met bloemen. En vlindertjes. En hier kabouterhuisjes. Heel veel aardbeien. Leef je droom en waardeer het leven. Strawberry shortcake dingetje-achtige. Oh, Tess heeft wat gevonden, of niet? Nee. Nee. Ik wil nog even... Maar ik denk dat jullie wel wat missen nu, hoor. Of zou het heel groot zijn? Dat kan natuurlijk ook nog. Nou, allemaal aardbeienhuisjes. Kindjes gaan eventjes zoeken. We lopen nu door de sprookjes heen. Hier hebben we iets met... Oh, dat is Sneeuwwitje. Rapunzel, denk ik, of zo. Tenminste, ik zie een toren. Krostata. Aspoester hebben we al. Spiegeltje aan de wand. Sneeuwwitje. Nou, die aardbei ziet er niet zo mooi uit. Nou, dat is wel een hele vrolijke aardbei. Een hele vriendelijke. Er komen verborgen talenten naar boven hier. Zeer muzikaal. Ik kan niet anders zeggen. Nou, Kim is helemaal op ter plaats. Ze heeft het gevonden. Ze heeft haar eigen paard gevonden. Ze heeft haar eigen paard gevonden. Dit wordt hem, Kim. Ja. Deze mag naar de keuring. Ja. De meisjes voelen zich helemaal thuis in dit dromerige aardbeienland. Zometeen vliegen zij richting de zon. Het is namelijk midzomerfeest. Dus wie weet komen ze de aardbei of de prins van hun dromen wel tegen. Je weet het nooit. Kim hoopt op de aardbei. Mijn vader hoopt op de aardbei.
Ja, jouw vader hoopt op de aardbei, ja. Het avontuur gaat verder. Maar nu buiten. We hebben 4 gemist. Oh, die vinden we op de terugweg zometeen wel. Laten we eerst maar hier verder zoeken. Hier zijn dus de aardbeienvelden. Je mag er niet op en je mag ook niet plukken. Tenzij het zelf pluktijd is. Dat is dus niet nu. Dat is tot 4:30 en wij komen hier natuurlijk 4:10. Maar je mag hier wel genieten van alle bloemetjes en struikjes en paadjes en andere dingen. Ik moet zeggen, ik snap dat het eigenlijk voor kleine kinderen is. Maar ik vind het eigenlijk wel leuk. Het is weer eens iets compleet anders en eigenlijk ook wel een soort leerzaam beetje. Plus de meisjes vermaken zich, dus dan vermaak ik me altijd. Ja, ga ik doen. Kom, kabouter. Oh! Het gaat wel heel raar ervan doen, dat is dan weer jammer. Geen aardbei? Heb je nog een aardbei? Nee, geen aardbei. Ze moet weer terug. Nou, daar gaat ze. Ga maar terug, Tess. Kijk, helemaal daar doorheen ook. Nee, inderdaad. Dit is het dansstukje, Tess. Tess? Joehoe? Of je, ik denk, nee, ik moet daar afblijven. Ga maar dansen. Jullie worden er wel zin van. Jullie zijn al de hele tijd niet zo stil geweest. Inmiddels zijn we in de kaboutertuin, geloof ik. Ja, allerlei plantjes en dingetjes. Een speurtocht loopt ook hier doorheen. Ze hebben weer een aardbei gevonden. Jullie kunnen hier ook nog doorheen, hè? Ja, gaan we hier wel even doorheen. Het is wel zo groot dat je hier de weg ook gewoon kwijt kan raken. Dus dat is dan op zich wel bijzonder. Oh, door het aardbeienbos. Dit was het? Ja, ik heb er niet heen. Oh, oké. Geen aardbei. Met plantjes. Op zoek naar de volgende aardbei. Nou, door het enge kabouterbos zijn we hier op grind beland. De speurtocht die gaat maar verder. Het is hier heel veel groter dan verwacht. Ik dacht echt dat het heel klein zou zijn, maar dat is het dus duidelijk niet. Ik denk dat je hier best wel een hele middag terecht kwam. Nou hebben wij niet zo lang. Dus we doen het maar met de tijd die we hebben. Zeker voor de kleintjes. Geen verkeerd uitje, denk ik hoor. Het is zover. We zijn bij het Aardbeienmuseum. Kim, wijs ons de weg. Nou, hier heb je dus een aardbeienmuseum. We kijken hier naar. Aardbei. Zeg maar aardbeien. Aardbeienmuseum. Ja, als je een museum is, is het altijd donker. Dus lastig filmen. Een soort tentoonstellingachtig iets. Ja, Kim die heeft ervoor gestudeerd. Tessa die doet alsof ze hier thuis hoort. En van alles over aardbeien. Helaas hebben we niet meer tijd. De speurtocht is ten einde. En wat hebben jullie gewonnen, meisjes? Een aardbeienplant. En? Ja? Ja, wat lekkers. Wat lekkers. Ook één voor mij hoor ik. Nou, daar word ik wel blij van. Woehoe! Het avontuur in aardbeienland is voorbij. Hoe vonden jullie het? Ik vond het heel leuk. Ik ook. We hebben tenminste iets te eten gekregen. Oh, en jullie hebben een aardbeienplant gewonnen. Ja. Dus op zich is dat wel heel bijzonder. Nou oké, okay, dan gaan we nu weer wat we gingen doen. Pony kijken. Ja. Doeg. Zo. En nu zijn we bij Bella. En die wordt gemanicureerd en geborsteld. En nou ja, ik weet niet precies wat ze allemaal doen, maar veel. Gaat goed. Hi Bel, ben je het zat? En doet ze raar? Ze zegt ook gewoon ja. Hè? Ja, zegt ze. Ja, ze doet raar, zegt ze. Hallo Bel. Hallo Tess. Ja, bij het pony kijken hoort natuurlijk ook kittens aaien. Allemaal kleine poesjes. Met de mama. Oh, zo zie je natuurlijk even niks. Ze zit alleen maar. Ja, daar is de mama en daar zijn de Mio. Ze zijn 2 weken oud. Ja, echt wel. Je zegt wel nee, maar ze zijn echt 2 weken oud. En dan gaan we afsluiten. Dat mag jij doen. Oh, moet ik hem toch maar vasthouden? Bedankt voor het kijken. Geef een duimpje omhoog en abonneer op ons kanaal. Doei!